Trips en Tips wordt mede mogelijk gemaakt door Bresant Vakanties, Hotel Ries van Tilburg en actieauto.nl. Jarenlang behoren de Zeeuwse stranden tot de schoonste stranden van Nederland. En degene die daar veel meer van weet dan ik, dat is Lucas Fransen. Hij is directeur van de stichting Strandexploitatie Veren. Lucas, wat doen jullie precies? Je moet het zo zien, Hans, wij zijn in eerste instantie gastheer op het strand namens de gemeente Veren. En wij proberen de badgast en de strandbezoeker een zo aangenaam en veilig mogelijk verblijf te geven op onze Veerse stranden. Dus jullie houden de stranden ook schoon? Wij houden de stranden schoon, dat is een van onze kerntaken. Dat doen wij door onder andere het plaatsen van ruim 1000 afvalbakken. Maar hoe hou je strand, want dat is meer dan 30 kilometer, heb ik begrepen. Hoe hou je dat schoon? Ja, dat doen wij deels machinaal met een eigen strandreiniger, maar ook voor een groot deel handmatig. De strandwachten die gewoon met de hand het strand schoonrapen. Ja, want jullie staan ook in de top 10 van meest schone stranden van Nederland, heb ik begrepen, met een aantal Zeeuwse stranden. Ja, 9 van de 10 schoonste stranden van Nederland liggen in Zeeland, waarvan 4 in de gemeente Veren, inclusief de nummer 1. Hoe ziet jullie organisatie eruit? Met hoeveel mensen zijn jullie? We hebben 16 mensen werken bij ons in vast dienstverband, dus jaar rond. En in de zomermaanden worden wij ondersteund door 100 tot 150 betaalde vakantiekrachten. Want wat doen jullie in de winter dan? In de winter plegen wij onderhoud, andere voorzieningen die op strand plaatsen. Want alles wat hier op strand staat, dat plaatsen we in ons eigen beheer. En in de winter repareren we dat, onderhouden we het, verven het. Lucas, ik heb begrepen dat sigarettenpeuken ook een groot probleem zijn op het strand. Hoe gaan jullie daarmee om? Sigarettenpeuken zijn inderdaad een heel lastig probleem op het strand. Ze zijn heel lastig van het strand te verwijderen, want je kunt ze niet machinaal van het strand afhalen. En rapen is natuurlijk ook erg lastig. Dus we proberen mensen te stimuleren om hun peuken achter te laten in de afvalbakken. Dit jaar hebben we ook een peukenasbakje geïntroduceerd op het strand. En daarin kunnen mensen hun peuk achterlaten en aan het eind van de dag dan de peuken deponeren in de afvalbakken.